Goedemorgen, welkom weer een nieuwe vlog. We gaan vandaag uit ontbijten, want Dominique is jarig vandaag. Dus we gaan vandaag allemaal leuke dingen doen. Woehoe. 29 jongens. 29. Nog één jaar gisteren zei iemand, want we waren op het werk toen ik jarig was. Zei iemand, ja, het is je laatste jaar in je twenties. Toen dacht ik, thanks. Het wordt alleen maar beter. Ja, het wordt alleen maar beter. Nee, zin. Oh, ik wil je nog even vertellen wat er dit weekend op ons werk is gebeurd. Even een kleine achtergrondinformatie over mij voordat ik dit verhaal begin. Ik heb 10 jaar in het ziekenhuis gewerkt als anesthesiemedewerker. Dus ik heb best wel wat ervaring met reanimaties en handelen in acute situaties. Nou, ik was aan het werk en ik ben foodrunner en je haalt dan het eten in de keuken. En de keuken grenst aan een uitgaansgelegenheid, de Arbor. En in de loop van de avond ontstond er... Was er chaos, was er iets aan de hand? Ik zie managers ergens naartoe, rennen security daar naartoe. En ik dacht, nou, ga ook eventjes kijken. Ligt er toch een meisje op de grond? En van wat ik kon zien kwam er bloed uit de oor. En ze was heel raar aan het trekken met haar lichaam. En ik dacht, dit is niet goed. En ik ben op een soort automatische stand, ik klikte iets in mijn hoofd, ben ik daar naartoe gegaan. Ik heb zelfs mensen aan de kant geduwd. De managers die daar werken, security die daar aanwezig is, die hebben cursussen gevolgd. Die weten wat ze moeten doen in zo'n situatie. Het zag er gewoon heftig uit, want ik dacht, dit is niet goed. Dus ik daar naartoe, naar dat meisje. En ik werk al 1,5 jaar niet meer in het ziekenhuis. En op dat moment kwam alles weer terug. Ik wist wat ik moest doen, ik kon dat meisje helpen. Ik kon ook vertellen tegen andere mensen van wat ze moesten doen of wat er is aan de hand. En uiteindelijk viel het gelukkig mee. Ze was gewoon ongelukkig gevallen. Bloedde bij de lip of zo. Alleen maar fijn. Maar ik vond het toch een prettig idee dat ik denk van ik kan nog iets voor mensen doen. Ik kreeg daar ook echt bedankje van managers daar. Ja, dus dat voelde wel weer fijn. Ik had gelijk weer zo'n adrenaline kick. Dat ik dacht dat is heel lang geleden dat ik dat heb gehad. Dat wilde ik even vertellen. Aangekomen in Perth en we gaan naar het museum. We gaan naar het West Australisch Museum. Het schijnt heel mooi te zijn, heel groot. En ik wil graag iets weten over de Aboriginals. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië en daar hebben ze ook een exhibitie. Nee, niet exhibitie. Een exhibition. Dat one. Helemaal ready voor de tour. We hebben audio guide en alles. En er is ook een speciale tentoonstelling van Alice in Wonderland van die film. Dat is heel erg interactief. Ja. Het is mega groot. Ze zei, ja, het is echt vet groot. Ze zei, hoe lang heb je de tijd? Want ik kan uren doorbrengen. Ja. Ja, alleen voor die Wonderland expeditie al een uur. Ja. Dus we gaan ervoor. Museum opzitten, we hadden honger, dus gingen even plekjes zoeken om te eten. Kwamen we dit tegen, heel erg leuk. Kijk, helemaal leuk, het terras is buiten en Mitchell die gaat nu daar bij de bar bestellen. Eten. Die lunch was geweldig. Oh, dat was zo lekker. Het is echt in tijden niet zo lekkere lunch gegeten. Heerlijk. Nu weer terug naar het museum. We hebben net al het eerste deel gehad, dat ging over de Aboriginals. Het is een bloederige geschiedenis. Ja, het is best wel een heftige geschiedenis. En de Europeanen zijn dus het land binnengekomen en hebben gewoon al die Aboriginals uitgemoord. Uitgemoord, die zijn gewoon op paarden en met geweren en weet je wat, zijn ze allemaal naar die plekken gegaan waar de originele bewoners van Australië wonen en die hebben ze gewoon... geknald. Ja. En daarna slaverij gemaakt. Slavernij. En ook je hebt hier een generatie en die heet de Stolen Generation. Ja. Dat zijn dus kinderen
die zijn weggehaald bij hun ouders, de Aboriginal ouders. Om te werken, toch? Om te werken, ja, het is verschrikkelijk. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Wel goed om te weten, want het criminaliteitsgehalte is heel erg hoog onder Aboriginals, geloof ik. Ja, dat komt gewoon, die mensen zijn helemaal... Gehersenspoeld. Niet gehersenspoeld, die hebben gewoon heel veel meegemaakt. Ja. En generatie op generatie wordt dat verteld natuurlijk. Het is ook nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, wat was het? 1950. Zoiets. Ja. Dus ja. Die ik net liet zien, dat is een Great White. En daar zitten dus iets van 1500 hier in Australië. En een paar daarvan hebben ze getagd en dan kun je zien dat ze dan hier gebeurt. Daar zitten wij nu. Kunnen we naar Victoria gaan en dan weer terug. Nou, we zijn nu bij de Alice in Wonderland expeditie. Exhibition. Tentoonstelling. Tentoonstelling. En we kregen de eerste kaart, ben je door de grote deur of door de kleine deur? En ik ga natuurlijk door de kleine deur. We zijn nu in een eindeloze... deuren gewoon niet terechtgekomen. Oké, go. Een momentje, we gaan even door de volgende deur. Oh, God. Het museum was erg leuk, vond ik. Heel interessant museum. Heel divers, want Alice in Wonderland was cool. Ja. En je had dan weer over de historie van Australië. Nice. Nu gaan we nog lekker even door de stad slenteren en dan zo weer met de trein naar Fremantle. We gaan naar Pip en Tucker. Ik kreeg als tip dat dat heel leuk schijnt te zijn. Ik denk dat daar... Goeie verjaardag. Oh ja, de Uber. Dinsdag en Do is aan het werk. Ik ben de hele dag vrij. Gisteren hebben we natuurlijk heerlijk gegeten bij Bip en Tucker. Een update over de GoPro. Ik heb vanochtend met ze gebeld en ze komen hem morgen bezorgen. Ze bellen mij als ze er zijn. Dus ik hoop dat eindelijk de GoPro bezorgd wordt. En als het dan niet gebeurt, ja, dan misschien moet ik het op gaan halen. So, good morning. Ik ben weer aan het wachten op de GoPro, of course. Het is de vierde keer dat ze hem proberen te bezorgen, dus hopelijk lukt het ze nu eindelijk. Eindelijk kunnen we weer met de GoPro filmen. Ik ben net klaar met werken bij Charlie's en wat dan het allerlekkerste is van thuiskomen is dat ik altijd donuts meeneem van Charlie's. En daarnaast zit een Fresh Market en daar hebben ze altijd gewoon die vet lekkere... watermeloen, dus dat ga ik even eten. En Mitchell is even de echte lunch aan het voorbereiden. Hoe blij ben je dat de GoPro er is? Ja, vet chill, eindelijk. Eindelijk. Want wachten is gewoon irritant. Ja. Iedere keer als je denkt dat hij komt, dan is hij er niet. Maar goed, nu. Maar goed, we hebben hem nu. Gaan we er morgen iets mee doen? Misschien wel. Misschien wel, als we gaan zwemmen misschien. Ja. Wordt vervolgd. We hebben vandaag echt een hele luie dag. Do is wel gaan werken. Maar daarna hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan, op de bank gezeten, serie gekeken. Maar we hebben onszelf aan de bank gegeven en we gaan nu even naar de winkel en zelf pizza maken. Zo, terug van de winkel en onze huisgenoot heeft dus een hele pizza oven. Wel op gas. Even warm laten worden, richting de 250. Ja.
Oh jongens, het is donderdagochtend. Het is nu bijna 11:30. En ik ben pas een half uur uit bed. Het is helemaal niks voor mij om zo lang in bed te blijven liggen. Want ik vind het altijd zo leuk dat de dag vroeg start en zoveel te doen. Maar ik denk dat het vele werken... Nou, ik wil niet zeggen ze tol eigenlijk of zo. Maar we hebben ook bijna vakantie. Dus het is even die laatste paar weken even extra veel werken. Maar ja, dat is dus wel een nadeel dat je heel erg moe bent en tot 11 uur in bed ligt. Wat dan wel weer is dat we de hele dag vrij hebben. Dus de hele dag nog iets kunnen doen. We gaan zo lekker ontbijten. En dan dagje naar het strand. En ik wil vanavond wel ergens een leuke zonsondergang meepakken. Jij? Ja, sowieso. Ja. Nou, we ontbijten al bijna 4 jaar dit iedere dag. Havermout met appel. Oh, en dan zo lekker buiten zitten. Zo, we zijn ons ready aan het maken voor het strand. De volgende shots die je nu gaat zien zijn allemaal met de GoPro gefilmd. We durven alleen nog niet met de nieuwe GoPro in het water, omdat de vorige daardoor is overleden. Dus daar willen we eerst voor. Sorry, wel wat dingen. Ja, maar jij dacht misschien door het zoute water of zo. Ja, ik weet niet, het zout is sowieso niet zo goed voor de GoPro, denk ik. Maar ja, dus laten we eerst maar een hoesje kopen. Ah, we hebben meer, leuk. Echt heel chill, want het was eigenlijk een beetje bewolkt. Maar daardoor was het dus heel goed uithouden. Gewoon lekker om daar in het gras te liggen. En Do kreeg een appje dat, met de vraag of ze een dienst wilde overnemen van iemand. En goed, Do gaat dat niet doen, maar ik wel. Ik ben namelijk al 4 dagen vrij en ik vind het wel chill om eigenlijk weer even te werken. Ik ga weer even een pizzatje maken. Lekker chillen. Pizzatje in de oven. Goedemorgen, het is vandaag vrijdagochtend. Ja, ja, weekend gaat weer beginnen. Dat is voor ons vooral heel veel werken. Ik heb wel nog iets leuks te vertellen, want ik had toch geholpen bij een noodgeval op mijn werk. Kreeg ik een mailtje van de manager van Tonic & Ginger. Dat ze echt super dankbaar waren dat ik had geholpen. Dat ik en het meisje had geholpen, maar ook zeker de security en de managers. En dan kreeg ik een tegoedbon van $100 en een fles wijn als dankje. En dan die tegoedbon kan ik uitgeven bij Tonic & Ginger. Dus daar gaan we volgende week gezellig samen met Lenny en Adam eten. Ja, vind ik echt heel lief dat ze dat hebben gedaan. Echt zo super dankbaar. Ja, ja, 100% is echt chill. Ja, echt... En nog een e-mail van de broer van het meisje. Ja, die broer had ook nog gemaild van dat ze ook heel erg dankbaar waren geweest van hoe er was gereageerd en hoe ze was geholpen. Dus ja, ik weet niet, ik voelde echt heel erg fijn. Ja. Ja, leuk. Nu lekker koffie drinken. We zijn nog even maximaal aan het genieten dat we hier croissantjes kunnen eten en koffie kunnen drinken. Want we hebben nog maar 2 weken hier. Ja, 2 weken. We gaan, ja, morgen is zaterdag en we gaan op een zaterdag de camper ophalen. Ja, dan gaan we. En we hebben ook zoveel zin om dat te gaan filmen en te laten zien. Want nu is het vooral, ja, het is gewoon een beetje saai, denk ik. Ja, een beetje het normale leven, denk ik. Gewoon, ja. We werken veel. En ja, goed, we wonen dan bij het strand en het is mooi weer. Ja. Maar verder doen we op het moment niet heel veel anders dan wat jullie in Nederland doen, denk ik. Oh, maar straks gaan we stranden zien. Het is zo mooi. Ja. Ja, het is denken echt, we, zien nee. we. Ja, we hebben van alles opgezocht al wat we willen zien en willen doen. Ja, het is zo mooi. Ja. En ik hoop dat we dat kunnen laten zien straks. Kan ons best wel. Zo, zaterdagochtend, lekker zonnig. Ja, en we zijn weer bij de CrossFit. De laatste zaterdagochtend van de 3. Let's go! Yeah.
Het ging ook goed. Mitchell is alweer aan het werk en ik ga even naar de bibliotheek om de vlog te editen. Naar het werk, dat is 2 minuutjes hier vandaan. Dus kan ik gratis koffie pakken. En het is markt, want het is weekend. Dus ik ga ook even een sushi rol scoren. Oeh. Zo lekker. En dan daar zijn de markets. En dan daar werken wij, dus daar loop ik nu naartoe. Dat vind ik ook wel echt wel gezellig aan zo'n aan de baan in de horeca. Is dat ook wel bezig niet aan het werk. Je komt dan even zitten hier en er is altijd wel iemand met wie je kan kletsen of kan praten. En ze zijn ook heel erg chill, want ik heb nu gewoon mijn eigen eten bij me als personeel zijnde, dan mag dat. Zondag en ik ben de laatste ding aan het doen voor de video die straks online komt. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en hopelijk zien we jullie volgende week weer terug.